Vandaag zijn we op werkbezoek met gedeputeerde Henry Swinkels. We gaan vandaag langs bij twee initiatieven die de sociale veerkracht versterken. Dit zijn Respijthuis Kruishof en Foodbar Yalla Yalla. Mijn naam is Freek en dit is Veerkrachtvlog. Jeroen, jij bent projectleider van de Kruishof. Waar zijn jullie mee bezig? Wij zijn een initiatief aan het ontwikkelen hier op deze mooie locatie. Een initiatief voor mensen die het zwaar hebben, waar het even wat minder goed mee gaat. En die hier tot rust kunnen komen, weer aan zichzelf kunnen werken om uiteindelijk weer zelf verder te kunnen gaan. Op grotere schaal werken we ook samen met andere partijen, waaronder bijvoorbeeld Sterk Brabant. Dit is een heel groot terrein van 12 hectare, dus we zijn ook bezig met hoe kunnen we dit nou op een duurzame manier ontwikkelen. Sterk Brabant helpt er ons bij hoe we bijvoorbeeld dingen met die natuur kunnen doen. Vanuit de afdeling Natuur en Gezondheid bijvoorbeeld hebben we nu contacten lopen over hoe ga je daar dan mee om. Maurice, jij bent statenlid van de SP. Wat heeft jou getriggerd om met Henry mee te gaan naar dit initiatief? Wat mij getriggerd heeft is, als ik hier aankom, dat ik hier tussen mensen rond mag lopen. Ik herken uit Breda dak- en thuisloze en dat is een doelgroep waar ik me graag voor inzet, graag het verschil voor maak. En als ik hier rondloop, dan denk ik van ja, het is hier een fantastische locatie waar voor die mensen denk ik het heel goed is, omdat je hier jezelf kunt zijn. En wat ik tot nu toe hier beluister is, je bent er jezelf tussen de mensen. En daar kom ik graag naartoe om te kijken. Het is hier fijn. Janan, wij zijn bij Foodbar Yalla Yalla. Wat maakt dit zo bijzonder? Nou, het bijzondere eraan is dat het gaat om het samenbrengen van culturen. Een tijdje geleden zijn heel veel Syriërs naar Nederland gekomen. En ik vond het een hele mooie gelegenheid om met Syriërs hier aan de bossen publiek ons eten aan te bieden. Dus enerzijds voor de mensen die hier werken is het aanleiding om beter te burgeren en te integreren. En anderzijds kweekt het ook veel meer begrip, waardering en acceptatie bij de mensen hier. Ine, jij bent vandaag ook mee geweest met Henry. Wat vond je het meest interessant van vandaag? De zaken die van onderop ontstaan, vanuit initiatieven, dat we die volop de ruimte moeten geven. Dat we vooral moeten luisteren van wat speelt er en geeft dat de mogelijkheid om te laten opbloeien in plaats van alles van bovenaf erop te leggen. Bottom-up dus? Bottom-up, ja. Van onderop initiatieven laten ontstaan. Henry, wat vond je van vandaag? Nou, vandaag was een bijzondere dag, omdat we eigenlijk twee verschillende trajecten initiatieven hebben bezocht. Maar die eigenlijk ook heel veel overeenkomsten hadden. Waarbij je ziet dat als je met ervaring en met betrokken mensen samenwerkt, dat je dan eigenlijk heel ver kunt komen. En interessant om juist heel erg dicht bij deze projecten kennis te maken met deze projecten. Meer informatie over sociale veerkracht is te vinden op www.brabant.nl/sociale-veerkracht. Ken jij een initiatief waarvan jij denkt dat wij daar langs moeten komen? Stuur dan een mailtje naar veerkrachtvlogger@brabant.nl.